Voor het beschrijven van de beweging van een voorwerp, zoals een fiets, is het belangrijk om de concepten positie, snelheid en versnelling goed op een rijtje te hebben en om verwarring te voorkomen tussen begrippen als verplaatsing en afgelegde weg bijvoorbeeld. Daarover gaat deze video. We beschouwen de fiets in eerste instantie als één punt. De afmetingen doen niet de zaken en we kijken hoe dat punt, particle in het Engels, zich beweegt door de tijd. Dit noemen we de kinematica, ofwel het beschrijven van de beweging, en dit is dus nog niet kinetica, het beschrijven van beweging als gevolg van krachten of andersom, krachten als gevolg van beweging. Dat komt later. Voorlopig zijn we alleen geïnteresseerd in rechtlijnige bewegingen, dus bewegingen in één dimensie. Die ene dimensie tekenen we als een rechte lijn en we definiëren één punt als de oorsprong, ofwel origin, het punt van waaruit we meten. De positie van onze fiets, of eigenlijk van het particle dat de fiets representeert, geef je dan aan met een vector die we de naam s geven. In feite maakt het niet uit hoe je die noemt, en heel vaak wordt ook x gebruikt, zolang je maar duidelijk maakt waar je het over hebt. Trouwens, ik noem s hier wel een vector, dus iets met grootte en richting, maar omdat we het maar over één dimensie hebben, is s in dit geval een scalar, oftewel gewoon een getal. De richting is uiteraard gewoon langs deze lijn, waarbij we met deze pijlpunt naar rechts als positief hebben gedefinieerd. Zodra de positie kan veranderen, kan een eerste verwarring ontstaan. Stel dat de positie verandert van s naar s-accent, dan noemen we het verschil tussen die twee delta s de verplaatsing, oftewel displacement. Een delta s is ook een vector. Maar het zou kunnen zijn dat het punt bij s-accent is gekomen via een omweg. De afgelegde weg, st, distance traveled in het Engels, is dan anders dan de verplaatsing. Let ook op dat de afgelegde weg altijd positief is en dus zeker geen vector. Als de verplaatsing delta s heeft plaatsgevonden in een tijdsinterval delta t, dan is de gemiddelde snelheid, average velocity, gelijk aan delta s gedeeld door delta t. Vanzelfsprekend kunnen we dan de instantane snelheid zien als de limiet van delta t naar 0 van de gemiddelde snelheid, dus v is ds gedeeld door dt. Let op voor extra verwarring die hier mogelijk is. In het Engels gebruiken ze het woord speed voor de absolute grootte van de velocity. Dus in het geval dat het punt eerst een snelheid naar rechts heeft en daarna naar links, dan gaat de velocity van positief naar negatief, terwijl de speed steeds positief of nul is. De average speed is dan de afgelegde weg, st, gedeeld door het tijdsinterval delta t, en dat is anders dan de average velocity, welke gelijk is aan de verplaatsing gedeeld door delta t. Tot slot wordt vaak versnelling genoemd. De gemiddelde versnelling is gelijk aan de verandering van de snelheid, delta v, in een tijdsinterval delta t. En als we de limiet nemen waarbij het tijdsinterval naar 0 gaat, dan komen we op de instantane versnelling a, gelijk aan dv gedeeld door dt. Omdat je v kan opschrijven als ds dt, kun je die v invullen in de vergelijking voor versnelling. En dat wordt dan d ds dt gedeeld door dt, wat uitkomt op d kwadraat s gedeeld door dt kwadraat. Om eerlijk te zijn vind ik het onhandig dat de uitleg hier meestal stopt. Net alsof positie, snelheid en versnelling de drie grote begrippen zijn. In feite waren we al klaar toen we de positie s als functie van t konden beschrijven. De snelheid is gewoon een afgeleide en de versnelling een tweede afgeleide, en zo kun je ook kijken naar derde, vierde en vijfde afgeleide enzovoort. De derde afgeleide bijvoorbeeld, dus de verandering van de versnelling, wordt vaak gebruikt als men wil dat er weinig schokken zijn. Dus als de versnelling niet opeens sterk verandert. En die derde afgeleide heeft ook een naam. In het Engels noemen ze dat jerk. En in Google kun je vinden hoe ze de overige afgeleide noemen. Dus laat je niet misleiden dat het alleen maar gaat om positie, snelheid en versnelling.